Hallo, ik ben Hallo, ik ben Saïma van Dijk. Een beetje lui op mijn stage, samen met mijn stagebegeleider. Ik wilde graag even iets anders doen. Ik heb stage gelopen op het Briant College, een school voor speciaal onderwijs. Ja, ik heb 2 stages gelopen, maar voor mijn gevoel is het maar 1 stage geweest, want het is 2 keer op dezelfde locatie geweest. De eerste keer heb ik stage gelopen op het Briant College met in combinatie een zelfstudie. En wat heb ik daar gedaan? Ik heb daar op het Briant heb ik meegelopen in de lessen. Maar goed, op een gegeven moment had ik dat ook wel weer een beetje gezien. En wilde ik ook heel graag met het 3D verder gaan. En daar mijn man aan modelbouw doet, vindt hij het hartstikke leuk om gebouwen in Arnhem na te maken. Dat heb ik mezelf, heeft hij mij de opdracht gegeven om het Sint-Elisabeths Gasthuis na te tekenen. Dat heb ik gedaan en ook geprint. En mijn man heeft het helemaal beschilderd aan de omgeving gemaakt. Het model is hierboven te bewonderen. Ja, de volgende. De tweede stage. Toen ben ik wat meer bezig geweest met de leerlingen, want dat was ook mijn doel. Ik ben met project 3D Kanjers aan de slag gegaan. En met dat 3D Kanjers project heb ik met de leerlingen voor de tweede keer en voor de leerlingen de eerste keer een printer in elkaar gezet. En het is gelukt, hij doet het. Ja, dat is heel leuk. Hier op deze foto was hij nog halverwege. Op deze manier werkte ik met de leerlingen. Zij keken op de computer en de anderen gingen dan bouwen. En zo wisselden ze dat af. Af en toe, het begint soms een beetje verder weg. En af en toe ook echt letterlijk zelf een helpende hand bieden. En ook hier weer een onderdeel van de printer. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb niet alleen de printer in elkaar gezet. Ik heb ook met een brugklas en later ook nog een aantal andere leerlingen. Ben ik begonnen met het programma Tinkercad. En daar heb ik zelf wat lesjes voor in elkaar gezet. En die lesjes hebben ze gevolgd. En dat ging heel goed. En dit en dit en dit zijn bijvoorbeeld resultaten van de leerlingen na 3 lesjes. En op mijn eigen verjaardag heb ik alle leerlingen waarmee ik mee te maken heb, die heb ik een sleutelhanger gemaakt en uitgedeeld. Dus niet met mijn eigen naam erop dan. Ja. En de volgende. Ja, wat heb ik nog meer gemaakt? Ik ben ook bezig geweest met de scanner. En heb mijn hele familie gescand en uitgeprint. Hartstikke leuk. Verder heb ik de opdracht, dit is de opdracht maak een kruk, die een beetje anders is dan anders, maar helemaal uit elkaar. Verder hadden we nog een opdracht kapstokhaakje maken, nou die is ook gelukt. Een plakbandautomaat, gewoon maak een plakbandautomaat die net wat anders is, nou dat is ook gelukt. En als dankje voor het team heb ik het huis type 25 nagetekend, dat heb ik hun overhandigd. Ja, bij mij natuurlijk. Gefeliciteerd voor jullie allemaal. En mijn dank aan iedereen die erop staat. Het 3D ambachtteam, mijn klasgenoten, het Briant College, mijn stagebegeleider Sjoerd en René die gekomen is. mijn 3D kan je met name Remco. En uiteraard ook mijn thuisfront en mijn familie. Dat was het. Dankjewel. Hartstikke, dankjewel.